je de Victory, het vlaggenschip van admiraal Nelson, wereldberoemd geworden met Sargent Trafalgar in Zuid-Spanje, met 100 kanonnen. Ik ben A.J.H. Stallenberg, roepnaam Harry. Ik ben geboren 14 juni 1937, heen en week bij boven het postkantoor. Ik heb een opleiding gehad voor beeldend kunstenaar. Eerst op de Sint-Joos Academie in Breda, later op de Jan van Eyck. En daar ben ik ook een aantal jaren docent materialen geweest. Mijn atelier zit vol, niet alleen met schilderijen, maar ook met allerlei andere dingen, zoals mechanische constructies en modelscheepsbouw en maquettes, platen, douzen en bouwwerken enzovoorts. Toen ik die etalage ter beschikking kreeg van een ondernemer en wiek, wou ik eigenlijk het leuks maken. Ik wou de toeschouwer het laten zien wat hij eigenlijk in het atelier helemaal gegroeid en ontstaan is in al die jaren. Daar huurt ook heel belangrijk bij modelbouwschepen. Ik ben in het Rijksmuseum geweest en daar zag ik tot mijn verrassing dat zo'n scheep, zo groot als mijn atelier, midden in de zaal stond, me geven met schilderij. En nu kan ik zeggen, dat heb ik ook. Ik wou het leuks maken. Het anders dan alleen maar kunst. Ik wou het maken dat mensen die er langskomen het leuk vinden. Gezellig om te zien, vandaar dat er in die etalage ook verzamelingen zien van allerlei kleine dingen, puppetjes en dat soort dingen, die ik ooit eens een keer bij een grootrutter met heb gekregen. Zo is er ook bijvoorbeeld te zien Sneeuwwitje met de zeven dwergjes. De beginpunt is de tovenaar die alleen blauw tovert en sterren. De tovenaar die staat op een podium, wat natuurlijk ook blauw is. En daar staat bij de zonnekoning. Maar ook in mijn schilderijen, die daar abstract zien, komt die kleur blauw in voor. En dat gaat zo in een lijn tot de blauwe jurk van Maxima toen bij de inhuldiging in Amsterdam. Loopt die lijn door naar de vlag. En die vindt ze dus, die kleurtjes, ook bij natuurlijk de sprookjes. Ik heb het eigenlijk gefantaseerd als een groot sprookje. Het leuke was dat de desbetreffende ondernemer mij onbeperkte vrijheid heeft gegeven. Ik kon dus de etalage inrichten zoals ik wil. En voor het eerst in mijn leven lukte het mij om de schepen, wat eigenlijk in de kunstwereld niet direct als een kunstwerk werd beschouwd, maar wel een kunst is om het te maken, dat mag je heel groot bekijken, heb ik die combinatie kunnen maken. In deftige termen noemt men dat in de kunstwereld een installatie. En er zien daar heel gat van gemaakt tegenwoordig, maar meestal dus onbegrepen. Maar in die installatie zitten ze ook Sneeuwwitje met de zeven dwergen en de tovenaar. En het leuke is dat ik in Afro's kunstuur zorg dat een kandidaat voor de Prix de Rome, dat is nogal gek, een onderzoek heeft gedaan in 28 landen naar het materiaal, de kleuren, de stoffen van de Europese vlag. Die heeft dus overal een stukje metgenomen van elk land, van stukken stof. En die heeft er dus gebruikt om zich te presenteren als kandidaat voor de Prix de Rome in Amsterdam. Dus ik heb daar toch een soort lijn met gelag, onbewust, toevallig.